Het is natuurlijk moreel verwerpelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Mm. Het idee dat iemand van kleur nu eenmaal twee keer zo hard moet werken. Om net zo... Ik vind echte gelijkwaardigheid betekent dat wij net zo middelmatig mogen zijn als een ander. En evenveel succes mogen hebben met onze middelmatigheid. Wat er wordt gezegd, be as successful as the mediocre white man. Een hele goede avond. Mijn naam is Jurgen Tjonnevong en ik mag jullie welkom heten hier in de Bali. En we zitten hier natuurlijk naar aanleiding van dit boek en proefschrift... In wat voor land leef ik eigenlijk, geschreven door Karin Ahmad-Mukrim. Het gaat over Anil Ramdas. Het is daarom ook niet toevallig dat we hier in de Bali zitten, omdat dit wel een hele belangrijke plek voor Anil was. Hij is hier vaak geïnterviewd, hij heeft hier lezingen gegeven, hij is hier zelfs een tijdje directeur geweest. En daarom vindt de Bali het erg fijn om in samenwerking met de Anil Ramdas Essayprijs deze avond te organiseren. Nou, wat gaan we vanavond nou doen? We gaan natuurlijk hebben over dit boek. We gaan in gesprek met Karin Ahmad-Mukrim, we gaan in gesprek met andere intellectuelen en daarbij onderzoeken we de vraag: in wat voor land leef ik eigenlijk? Hoe zoek je naar identiteit? Hoe vormen identiteiten zich? En wat is in deze tijd een vruchtbare en misschien wel zinnige manier om daarover na te denken en daarover te praten? Hoe vormen culturele identiteiten zich? En de avond wordt afgesloten met de uitreiking van de Anil Ramdas Essayprijs. En volgens mij zitten hier een aantal mensen redelijk zenuwachtig in afwachting van die uitslag. Het duurt een tijdje voordat we daar zijn, maar we komen daar wel. Laten we beginnen met een warm applaus voor Karin Ahmad-Mukrim. Geheel terecht, of ik moet eigenlijk zeggen dokter Karin Ahmad-Mukrim. Yes. Want dit kunststukje, dat heeft ervoor gezorgd dat je gepromoveerd bent aan de Universiteit in Leiden. En voor de mensen die je niet kennen, en dat is niemand, maar ik ga het toch even voor de volledigheid zeggen. Je bent columnist voor de NRC. Je schrijft verhalen voor de Correspondent over de verborgen geschiedenissen. En natuurlijk heb je veel essays en boeken geschreven, waaronder het gym waarmee je ook doorgebroken bent. Wij kennen elkaar voornamelijk uit het uitgaansleven. Maar die verhalen zullen we vanavond niet de revue laten passeren. maar dit boek, je bent gepromoveerd in dit proefschrift. Waarom was het zo belangrijk om over Anil te schrijven? En waarom heb je dat gedaan in de vorm van een biografie? Oeh, dat is een grote vraag. Waarom was het zo belangrijk om over Anil te schrijven? Als letterkundige vond ik het vooral interessant om over Anil te schrijven. Omdat in mijn ogen hij een van de beste essayisten was in ons taalgebied. Dus voor mij als letterkundige is het machtig interessant om in dat werk te mogen duiken. En nu ik dat werk helemaal heb uitgeploosd van begin tot eind, kan ik ook zeggen dat het altijd een extreem niveau heeft behouden. Echt iets om naar te reiken, ook voor mij als schrijver. Dus niet, dat is dan het werk. Los van het werk aan zich, de kwaliteit ervan, is hij een unicum in de Nederlandse letterkunde als gekleurde intellectueel in zijn tijd helemaal. En de vrij duidelijke standpunten die hij innam in het publieke debat. Dus is het belangrijk? Ja, maar het is vooral heel interessant. Ja. Ja. Wat ik me voor kan stellen dat ingewikkeld zou kunnen zijn, is dat je zou moeten voorkomen dat je met een bril van nu een waardeoordeel velt over de dingen die hij in die tijd gezegd heeft. Heb je dat kunnen scheiden van elkaar? Het is natuurlijk heel makkelijk om over de geschiedenis te oordelen met het perspectief dat we nu, jaren later, hebben. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Oh, die geschiedenis ligt nog vrij, is nog vrij dichtbij, hè? Dus ik denk niet dat onze bril heel erg veranderd is, hoop ik. Maar het publieke debat over diversiteit is toch echt wel aangescherpt. Heeft zich ook ontwikkeld, heeft zich ook geëmancipeerd, zeker, in zekere zin. Zeker. En daarom, in die zin, is dit boek wel heel leuk om nu te lezen. Omdat je ziet dat hij best wel voorloopt op een aantal debatten. En die destijds gewoon dood neervielen, omdat niemand begreep waarom hij er een punt van maakte. Ja. Heb je het bijvoorbeeld over
het essay wat hij schreef over Joost Zwagermans, de buitenvrouw. Ja. Dat gaat eigenlijk over culturele toe-eigening. Ja, even. Joost Zwagerman heeft de roman De Buitenvrouw geschreven. Dat is eigenlijk zijn perspectief op een relatie die een zwarte vrouw heeft. Ja. Misschien kan jij het beter uitleggen, de context beter uitleggen. Ja, nee, hij voert daarin inderdaad een zwarte Surinaamse vrouw op, waar de hoofdpersoon, een witte man, een affaire mee begint. En Aniel die stelde eigenlijk in een essay dat dat personage van die Surinaamse vrouw niet geloofwaardig was. Mm-hmm. En daar had hij dan allerlei argumenten voor. Dat is op zichzelf interessant. Maar wat natuurlijk ook leuk is, als je het hebt over de bril van nu en dan naar die tijd kijken, is dat wij nu natuurlijk een hele discussie hebben gehad wereldwijd over culturele toe-eigening. Ja. Wat gebeurt er als een witte schrijver een Mexicaanse hoed opzet? Om als een witte Nederlandse schrijfster over mannen in de Bijlmer schrijft in het boek Mimosa, waar jij zelf ook over gepubliceerd hebt in NRC. Ik weet van niks. Maar het is toch eigenlijk heel triest, want in die zin zijn we niet zoveel verder gekomen. Of zijn we in die tijd veel verder gekomen? Wat bedoel je met verder? Nou ja, in het gesprek dat we over die cultuur hebben? Nou, waar Aniel natuurlijk sterk in was, is het systeem analyseren, dat aanvallen en denkpatronen bekritiseren. Ja, maar het is natuurlijk een proces. Natuurlijk, ik hoop dat we nu een stukje verder zijn dan dat we 20 jaar geleden en dat we 60 jaar geleden waren. En ik hoop dat we nu minder ver zijn dan wanneer we over 20 jaar terugkijken. Dus ik weet niet zo goed of ik... Ja, ik denk niet dat ik per se met die bril op terug... Daarom wilde ik ook, om dit soort redenen wilde ik ook graag dat het een proefschrift was. Want dat dwingt je om objectief te kijken. En ook om elke keer wanneer je denkt dat je iets ziet gebeuren, om dat dan te toetsen vervolgens. Ja. En ik denk wel dat het me is gelukt om objectief over deze periode te schrijven. Ik denk wel dat veel van ons nu, anno 2023, wanneer we dit lezen, dat het een bepaald gevoel in ons wakker maakt. Want we waren er wel bij. Ja. Om het maar even concreet te maken. Ik ben hierheen gekomen als immigrant. Racisme is van alle tijden, dat was er toen ook. Maar de manier waarop Nederland over immigranten en buitenlanders en kleurlingen en noem het maar op, schreef, was echt anders. En er is een kanteling geweest, we waren er allemaal bij. We hebben allemaal een beetje gaan kijken van wat gebeurt hier eigenlijk en vinden we dit een prettige ontwikkeling, ja of nee? En waar we nu staan, heb ik toch het gevoel dat er, als je het hebt over de bril van nu, denk ik, maar ik ben een optimist, denk ik wel dat er iets gekanteld is, dat heel veel mensen het ook echt heel erg zat zijn. Dat we het zoveel ruimte hebben gegeven al aan dat ongefundeerde spuien van meningen. Die onderbuik die maar constant centraal gesteld moest worden op een gegeven moment. Dat hebben we misschien een deel van ons destijds misschien wel belangrijk gevonden. Maar nu zijn we het ook wel een beetje zat. Ja. En als je dan kijkt, als je dan dat boek leest en ziet hoe dat zich eigenlijk heeft ontwikkeld in de laatste decennia met de bril van nu, dan denk ik dat er misschien wel een soort van verlangen ontstaat naar terug naar een vorm van beschaving. Ja. Van elk geval hoe we met elkaar het gesprek aangaan. Maar dat was in het verleden niet beter dan hoe het nu gevoerd wordt. Want in die zin heb je gelijk, er zijn meerdere perspectieven die nu het woord krijgen. Dat wordt polarisatie genoemd. Ik ben eerder van mening dat mensen nu een andere mening tegenover een dominant perspectief durven te stellen. Ja. En als het polarisatie heet, soit. Maar in de tijd van Aniel was dat minder. Maar hij heeft het zelf... Ja, maar dat hangt een beetje vanaf wat je precies bedoelt. Want destijds, de mensen die zeiden, ja, nu is het genoeg met al die buitenlanders, de grenzen moeten dicht en het is allemaal uitschot, dat was eigenlijk ook een tegenstem. Mm-hmm. Tegen de dominant, gewoon tegen de norm. Hè? Ja, ja, ja. Dus, en dan zou je, maar dat is een ander onderzoek, dat zou leuk zijn als iemand anders dat ging uitzoeken. Je zou ook kunnen zeggen dat, zeg maar, de antiracisme stem die nu is opgekomen, en ook de LGBTQ, gewoon hoe dat werkt, dat dat weer een soort ageren is tegen die beweging. Zoals alles is natuurlijk een soort kettingreactie, denk ik. En heeft invloed op elkaar. Ja. Onmiskenbaar is natuurlijk een soort gedeelde achtergrond, die enerzijds wel en anderzijds niet met elkaar hebben, maar allebei met de Surinaamse achtergrond hier gekomen. Heeft dat een rol gespeeld in het onderzoek en uiteindelijk ook in het boek? Ik zal mijn promotor Ira van Dijk citeren, niet letterlijk. Dus ik parafraseer haar. Zij zei al bij de eerste schets die ik inleverde van een hoofdstuk, zei ze, jij stelt hele andere vragen.
dan ik gewend ben, dan ik normaal gesproken zie in een onderzoek. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, dat is wel echt lang geleden. Maar het eerste wat in me opkomt is in de discussie. Nou, het was geen discussie, maar met het opkomen van de PVV. Met de populair worden van Geert Wilders destijds. Hebben mensen om Aniel heen wel eens gezegd. Ja, het was alsof het hem persoonlijk aanging. Hij heeft zichzelf in die discussie veel te centraal gesteld eigenlijk. Hij voelde zich bij wijze van spreken persoonlijk aangesproken. En ik begrijp wel dat mensen van buitenaf dat kunnen denken. Maar ik als immigrant begrijp heel goed dat het gaat weliswaar niet over Aniel Randers persoonlijk. Maar het gaat wel over migratie en over van wie is dit land eigenlijk en wie mag eigenlijk wat zeggen. Dus gaat het wel over Aniel Randers, is het dus wel persoonlijk. En dat is een verschil in perspectief, wat ik meeneem, omdat ik ook een immigrant ben. En toen er gezegd werd dat je andere vragen stelde, zat daar een waardeoordeel in? Of was het gewoon een neutrale observatie? Het was een neutrale observatie. En ik vond dat ook prettig, want het is natuurlijk ook logisch. Alles hoe wij dingen bezien en hoe wij dingen lezen, daarin nemen wij onze vorming, dus onze afkomst mee. En dat doet iedereen, dat doen autochtone mensen ook. Alleen, die hebben het niet altijd in de gaten. Je neemt je vorming mee, je neemt je bril mee. En ik vond dat heel erg logisch. En eigenlijk vind ik dat ook verrijkend voor het veld, voor onze kennis, voor hoe we in dit geval naar de Nederlandse literatuur kijken. Ja. Ik denk dat doordat ik een immigrant uit Suriname ben, dat ik een postkoloniale lens kon leggen over de manieren waarop Aniel zich gepresenteerd heeft, op de manier waarop zijn ideeën gevormd zijn. En dat ik hem kon plaatsen, daardoor, door mijn eigen achtergrond, dat ik hem veel intuïtiever kon plaatsen in een traditie van postkoloniale of zwarte intellectuelen, waarmee ik kon aantonen dat de ideeën die hij had, de manier waarop hij naar de wereld en naar literatuur keek, dat dat niet per se ideeën waren die alleen maar voortkwamen uit het feit dat hij een Hindoestaan uit Suriname was of dat hij heel ambitieus was. Maar omdat hij zich echt heeft laten vormen door grote denkers van buiten Nederland, van buiten Europa ook, die gewend waren om heel internationaal te denken. Ja. En zijn bewondering voor grote intellectuelen, voor belangrijke denkers, dat heeft hem gevormd. Is dat voor jou ook een inspiratiebron geweest? Voordat ik dit boek schreef? Ja? Of? Niet zoveel als Aniel eigenlijk. Ik voelde me een beetje betrapt toen ik hem onderzocht. Ja? En ik zag een aantal namen steeds terugkomen. Toen dacht ik, nou, laat maar die er eens bij pakken. Jeetje, wat een fantastische idee. Dat wist ik helemaal niet. Best interessant. Ja, best interessant. Oh, die mensen publiceerden al in de jaren 70. I did not know. Nee, ik ben heel klassiek. Kijk, dus het verschil is natuurlijk ook, Aniel komt van een ontwikkelde familie. Intelligente mensen die muziek, kunst en literatuur redelijk centraal in hun opvoeding hebben gezet. Ik heb niet die achtergrond. En hij is in Suriname opgegroeid en is hier als student heen gekomen. Ik heb een hele eurocentrische opleiding gehad. Ja. Toen ik als kleuter hierheen kwam, heb ik op het gymnasium alleen maar over witte dode mannen geleerd. En die vond ik prachtig. Ik vond hun werk fantastisch ook, weet je. Dus bij mij, ik heb eerst dat genomen, tot me genomen. En dan daarna ben ik me verder gaan verdiepen. Dus het is een beetje een omweg, maar ik vind het niet erg. Want als het goed is, is het goed. Ja. En die verbreding die is inderdaad ook gekomen op een gegeven moment. Die ambitie waar je het net over had, waar kwam die vandaan? Die bewijs, je zou bijna kunnen zeggen bewijsdrang bij Aniel. Ja. Ik denk ten dele vanuit zijn poëzie, zijn literatuuropvatting. In wat hij geloofde dat de rol en de functie is van de schrijver. Namelijk om zich betrokken te voelen bij de wereld. Zich te engageren ermee. En dus ook te pleiten voor alternatieve manieren van samenleven. Dus er zit een hele geëngageerde idee achter in zijn poëtica. Dat is dus de theorie, het idee. Maar tegelijkertijd is hij een immigrant. De meeste immigranten zijn gewoon behoorlijk ambitieus. Is het credo, het aloude credo, als immigrant moet je
om in Nederland te slagen twee keer zo goed zijn? Of is dat een cliché? Dat is zeker geen cliché. Heb jij dat ook ervaren? Ja hoor. Ja hoor. Maar het is natuurlijk moreel verwerpelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Mm. Het idee dat iemand van kleur nu eenmaal twee keer zo hard moet werken. Om net zo... Ik vind echte gelijkwaardigheid betekent dat wij net zo middelmatig mogen zijn als een ander. En evenveel succes mogen hebben met onze middelmatigheid. Wat er wordt gezegd, be as successful as the mediocre white man. Maar ja, dus ik begreep zijn ambitie ook wel. En ik vond het heel mooi. Stefan Sanders heeft er ooit over geschreven. En die zegt van, Aniel had een naoorlogse ambitie. Die Stefan alleen van de generatie van zijn ouders kende. Dus hij stond er echt van te kijken. Maar ik herkende die ambitie wel als immigrant. Ja, je wordt toch ook door je ouders, en ik denk hij ook door zijn ouders, van ja, je gaat gewoon studeren. Ja. En als je met een 7 thuis komt, dan is dat echt niet goed genoeg. Dus heel hard werken en gewoon het beste zijn wat je kan wezen. Ja, en je wil de mogelijkheden die je ouders voor je hebben gecreëerd misschien ook niet te schande maken. Zeker. Of vergooien in ieder geval. Zeker. En het ingewikkelde wat hij heeft geprobeerd, luisterend en vertrouwend op zijn eigen talent, is hij heeft een weg geprobeerd uit te houden, als het ware, voor zichzelf. Want hij had natuurlijk ook gewoon, zoals een gemiddelde Surinamer, weet ik veel, rechten of medicijnen kunnen gaan studeren. Ja. En dan zijn je ouders onmiddellijk trots, want die kunnen gewoon tegen hun vrienden zeggen, ja, maar dokter. Mijn zoon is een dokter, weet je wel. Wat doet jouw zoon? Jij schrijft boeken, ja. Daar heeft niemand een boodschap aan, natuurlijk, toch? Nee. Dus, en hij heeft gewoon echt geprobeerd om in zijn eigen wereld, in zijn eigen discipline de beste te zijn. Ja. Als we proberen een soort tijdgeest te schetsen, beginnend in Suriname en vervolgens gaan naar Nederland. In wat voor omgeving in Suriname en wat voor tijd is hij opgegroeid? Als kind? Of als, ja. Dit is zo schattig. Hij is geboren in Paramaribo en daarna is de familie naar Nikeri gegaan, want daar kreeg zijn vader een baan als hoofd van een school. En daar zijn ze een paar jaar gebleven. En toen is hij op een gegeven moment weer terug naar Paramaribo gegaan. En daar heeft hij veel over geschreven. Ik schrijf in het boek ook, hij heeft die oversteek meteen heel literair gemaakt. Mm. Heeft hij eigenlijk gebruikt, om even in letterkundige termen te spreken, om zijn literaire postuur vorm te geven. Namelijk iemand die van kinds af aan gewend is geraakt om grote culturele stappen te maken, om zich opnieuw aan te passen. Dus hij ging van het hele landelijke Nikeri naar het hele stadse Paramaribo. Nikeri was bijna voornamelijk Hindoestaans. Paramaribo was natuurlijk gemengd, maar waren vooral de grote stoere stadskinderen waren Creoolse kinderen. En daar moest hij zich een plek verwerven ook. En daar heeft hij heel uitgebreid over geschreven. Wat vond hij van Suriname? Wat hij vond van Suriname? Je stelt kleine vragen. Hey. Daar zit ik hier voor. Ja. Wat vond hij van Suriname? Even nadenken. Ik denk dat hij oprecht van Suriname hield. Maar hij was ook kritisch op Suriname. Maar dat is het hele eier eten. Hij was ook vreselijk kritisch op Nederland. Omdat hij ook om Nederland gaf. Ja. En hij vond een als je houdt van een plek en houdt van een volk, dan is het jouw plicht als publiek intellectueel om daar kritiek op te uiten wanneer dat volk of wanneer dat land keuzes maakt die niet goed voor dat land zijn in jouw ogen. Nee. Het is je plicht om daar kritisch op te zijn. En dus ja, hij heeft Suriname vreselijk hard aangepakt. Mm. Aanvankelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook een enorme frustratie uit, of dat het uit een enorme frustratie is voortkwam. Want je moet je voorstellen, dit is een generatie van ambitieuze jonge mensen geweest die naar Nederland kwamen om te studeren. Een uitgesproken bedoeling om dan na hun studie terug naar Suriname te gaan, want onafhankelijk. Ja. En dan het land op te bouwen. Ja. Met slimme mensen die onderwezen zijn in het Westen. En dan de schouders eronder in dat onafhankelijke land wat eindelijk van hun is geworden om dat op te bouwen. En dan vinden de decembermoorden plaats. Ja. Daarmee is de weg afgesneden geworden voor een hele generatie van ambitieuze, intelligente Surinamers die de bedoeling hadden dus om dat land op te bouwen. Ja. En die zaten nu dan hier. Ja. Want wie gaat er nou terug naar een land dat zijn eigen intellectuelen vermoordt? Mm. Dat doe je op dat moment niet. Dus
Ik denk dat daar ook een zekere frustratie in hem zat ook. Ja. Maar toch werd het niet begrepen en werd hij gezien als verrader. Omdat hij op die manier ook over Suriname sprak. Ja. Nou ja, hij deed het ook niet in de minst milde bewoordingen. Nee. Ik herinner me een essay. De titel was Surinamers kunnen niet schrijven. Hm. Nee, de Surinaamse literatuur is mislukt. Oh ja. Ja. Wij hebben geen Naipaul. Nee, we hebben geen... we hebben geen Naipaul, want we kunnen het allemaal niet. Ja. Ja, ja, ja. Omdat de Surinaamse schrijvers destijds in zijn ogen alleen maar geloofden in dromen. Van één boom, zoveel bladeren, je kent het wel. Het idyllische Suriname, het idealistische Suriname. Ja, en hij zei, ze schrijven over de dromen, terwijl ze moeten schrijven over wat er mis is. Want dat is wat een echte schrijver doet. Mm-hmm. En ik laat in het boek ook zien, hij heeft... Je kan meegaan in die analyse. Dat is een hele aannemelijke analyse ook. Maar je kan ook denken, maar waarom heeft hij dan niet Astrid Roemer genoemd? Mm. Bijvoorbeeld, mm. Die uitgesproken kritisch is geweest in haar literaire werk. Ja. Dus ook daar zie je wel... Maar wat is het antwoord? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Niemand is natuurlijk het een of het ander. Hè? We zijn complexe wezens. En we hebben soms we hebben altijd hele tegenstrijdige gevoelens en belangen. Dus ja, misschien was hij boos, vond hij het ook. Want ja, het gros van de Surinaamse literatuur was misschien ook niet om over naar huis te schrijven. Maar koos hij ervoor om even niet over Astrid Roemer te beginnen, omdat het net even makkelijker paste in even in het gesprek wat op dat moment gevoerd werd. En was hij ook gewoon boos? Nee, ja. Ja, want... Waarom was hij boos? Over dit onderwerp alleen? Over waarom de schrijvers, waarom de schrijvers hun mond hielden in een land waar zoveel misging. Ja. En waarom met een beetje afstand kan je natuurlijk ook denken... ja, maar in een land waar zoveel gebeurt in zo'n korte periode... hoeveel ruimte heeft een schrijver überhaupt? Ja. Ja, als je in die situatie zit. Precies, en die kritiek kreeg hij van Suriname uit natuurlijk. Of ja, jij zit hoog en droog in Europa. Is wel lekker makkelijk kritiek uit op ons. Wij moeten het wel klaren met z'n allen. Ja. Dus natuurlijk ben je niet super kritisch tegen elkaar. Want je zit daar maar met dat kleine groepje mensen. Het is een kleine gemeenschap. Je moet met elkaar samenleven. Ja. Je kan elkaar bijna niet ontwijken. Ja. En dan moet je het met elkaar zien te rooien. En daarnaast is het ook ingewikkeld als je in die situatie zit... om genoeg afstand te bewaren, precies, om te analyseren wat die situatie is... en vervolgens daar ook weer een mening over te vormen. Ja. Dus hij had het in die zin, werd gezegd, makkelijker. Ja. 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 We gaan zo een aantal andere gasten uitnodigen... maar niet voordat ik aan jou heb gevraagd, toen kwam hij naar Nederland... en wat voor Nederland trof hij hier aan? Want hij heeft het Westen echt op een soort voetstuk gezet daarin. Ja. Wanneer kwam hij, toen hij kwam studeren hier? Na de onafhankelijkheid is hij hier ook gekomen, toch? Ja. Hij heeft het Westen... Hij heeft expliciet gezegd dat de westerse beschaving beter is dan andere beschavingen. Nou, zo'n opmerking wordt je natuurlijk niet in dank afgenomen. Mm. Door mensen die uit andere beschavingen komen. Wat hij daarmee bedoelde te zeggen, en wat hij ook zo opschreef... is dat Westen is beter omdat die beschaving in zijn kern zelfkritiek met zich meedraagt. In het Westen... kon daarom de staat van de kerk gescheiden worden... kon de vrouwenrechten, mensenrechten in het algemeen als eerste beschermd worden. Omdat het Westen kritiek op zichzelf durfde te uiten. En zichzelf daardoor kon verbeteren. Maar zo'n uitspraak is natuurlijk vrij pijnlijk. Zou hij die nu nog steeds gedaan hebben? Na alles wat hij heeft meegemaakt later, wat er nu gebeurd is... zou hij dat nog steeds durven zeggen? Dat weet ik niet. Want hij begon natuurlijk op een gegeven moment... nadat hij terugkwam uit India... dat is weer een heel ander, heel lang verhaal, hoor. Daar hoeven we nu niet per se op in te gaan. Maar hij zag in dat er nu heel weinig zelfkritiek was. Nu, zeg maar, de barbaren van binnenuit waren gekomen. De barbaren die hele lompe en ongefundeerde... racistische dingen aan het roepen waren. En waar waren de intellectuelen op dat moment? Mm. Die lieten er eigenlijk alle ruimte voor. Ja. In plaats van terug te duwen en te zeggen... ja, maar zo werkt dat niet. En toen begon hij ook heel expliciet te zeggen... waar is die zelfkritiek van het Westen eigenlijk? Dus daar zie je wel, denk ik, dat er een
teleurstelling wel is ingetreden ook. Een teleurstelling komt nooit in één keer natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat zie je ook gewoon stapsgewijs. Van iemand die hierheen komt en denkt van... Oh jee, dit is echt iets heel anders dan ik me had verbeeld. Ja, ja. En dat is ook zo ongelooflijk interessant om te analyseren. Je ziet dat bij heel veel schrijvers in Engeland bijvoorbeeld ook... die dan uit Jamaica komen, Stuart Hall bijvoorbeeld. Het is niet een overstap naar een wereld die je niet kent. Als jij uit een voormalige kolonie naar Europa komt... is het niet een soort van cultuurshock. Nee, je betreedt een land wat al aan jou verkocht is... Ja. Waarvan je denkt het te kennen. Ja, alleen de geïdealiseerde boeken, versie in ervan. Alle televisieprogramma's, alles gaat over dat Westen. Ja. Dus je hebt dat beeld al van het Westen. Maar het is natuurlijk niet de hele realiteit. Ja, ja, ja. Het is niet het volledige verhaal. Dus er is een constante bijstellen van het beeld wat jij had van het Westen. Ja. En dat is super interessant om dat te zien gebeuren. Ik bedoel, het is heel tragisch. Ja. Het is voor ons allemaal een beetje tragisch. Maar het is wel heel interessant om dat te zien gebeuren. En om dat te analyseren ook. Over die politieke ideeën gaan we het later ook met het panel hebben. Maar als we nog kijken naar het boek, dan valt ook op dat het inderdaad een mooie analyse van Aniel geeft, van zijn karakter geeft. Maar zijn omgeving, zijn vrouw, zijn kinderen, die nemen redelijk weinig ruimte in het boek. Terwijl ik me ook voor kan stellen dat ook dat hem beïnvloedt of ook gevormd heeft. Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt? Nou, het was van meet af aan al mijn bedoeling dat het een biografie van zijn ideeën zou zijn. Dus niet van zijn persoon, maar van zijn ideeën. Ik geloof dat het een ontzettend leuk en interessant persoon is geweest, hoor. Dat staat voor mij buiten kijf. Okay. Maar dat is niet de waarde van Aniel Ramdas voor de Nederlandse literatuur. De waarde ligt echt in zijn werk. En in de manier waarop hij zijn ideeën heeft geuit. En ook hoe die ideeën vorm hebben gekregen. Dus het is echt een biografie van de vorming van zijn poëtica eigenlijk. Ja. Ja. En daarbij ben je het tragische einde ook niet uit de weg gegaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk vreselijk hoe het afgelopen is. Aan drank geraakt. Ja. En Hoe duid je zo'n einde? Wat betekent dat in de ontwikkeling die hij door heeft gemaakt? Kan je dat überhaupt? Nee, ik denk ten eerste ben ik letkundige. Dus ik kan geen psycholoog spelen. Dan mag ik niet promoveren als ik dat doe. Ja. En ten tweede, ik denk niet dat we ooit iemand volledig kunnen doorgronden. En om te begrijpen waarom iemand tot zelfdoding komt... dat is zo'n enorm complex samenspel van factoren. Ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk een oefening is... die we misschien doen om onszelf te troosten, om onszelf houvast te geven. Maar het is niet, ik denk niet dat het mogelijk is. Nee. Dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Wat ik wel heb laten zien is inderdaad... ja, je moet een bepaald karakter hebben. Iets zelfdestructiefs hebben, denk ik... om überhaupt een verslaving in een verslaving gevangen te raken. Maar verder... nee, ik ben niet op de stoel van de psycholoog gaan zitten. Mm-hmm. Want het voegt ook, denk ik, niks toe aan het verhaal. Ik denk niet dat we... over Aniel Ramdas naar de volgende generaties gaan praten... en om de volgende generatie gaan verwijzen naar de waarde van zijn werk... wanneer we begrijpen waarom hij zelfmoord heeft gepleegd. Snap je wel? Nee, wat er volgens mij ook mee te maken heeft... is een diepe, diepe teleurstelling in de wereld om zich heen. En daardoor het gebrek aan vertrouwen. Maar misschien ga ik daar zelf misschien ook weer te ver. Misschien heb jij dat eruit gehaald, dat mag. Ja, ja, precies. Maar dat is inderdaad mijn duiding. Maar ja. dat is niet per se... wat jij daarin gelegd hebt of meeneemt? Nou, ik heb wel eens gedacht... dat wil iemand tot zo'n daad komen... dat er wel een grote eenzaamheid moet spelen. En ik heb toen ook gedacht... dat als je zo veel nadenkt... en op zo'n hoog niveau nadenkt... want hij was extreem intelligent... Ja. En denkt dat je begrijpt hoe... de wereld in elkaar steekt en hoe het ook beter kan. Maar je staat daar zo alleen in. Dat vergroot die eenzaamheid natuurlijk ook. En er komen ook hele banale dingen bij kijken. Mannen van een zekere leeftijd. Die doden zichzelf vaker. Dus dat zijn dingen... Ja, daarom ben ik er bij vandaan gebleven. Ja, ja, ja. Omdat het leidt de aandacht af van zijn mooie werk. Ja.